voorstelt de corporaal wachtcommandant. En zal het mij aangenaam zijn indien u dit geschenk wel zult willen aanvaarden. Mijn beleefd verzoek is echter mijn naam als schenker niet bekend te willen maken. Hiervan is dat 100 jaar in dat huis. Een kostbaar geschenk. Maar speciaal gebouwd door Standaard, firma Standaard, voor de burgerzaal. Hij is helemaal terug in zijn oude glorie, zag ik van de week. Ja, hij is weer geïnstalleerd en hij wordt gestemd. Ja. En dan kan hij binnenkort weer klinken. Wauw. Jeetje. Ik ga staken. Hadden we niet voorzien. Alles wat ik hier voorlezen is openbaar, of alles wat ik doe voorlezen is openbaar. Dus, want ik vrees dat dat hier ook gaat gebeuren. Het zijn handschriften waar ik echt een decoder voor nodig heb. Dennenheuvel, 1907. Suurmond. Suurmond, ja. 10.000 gulden van de heer Suurmond. Heb ik genoeg u mede te delen dat ik de taxatie van 10.000... gulden voor de snuifdoos met het portret van Napoleon I, die ik aan het Museum van Oudheden der Gemeente Rotterdam in bruikleen heb afgestaan, geheel voldoende acht en mij dus volkomen mede kan verenigen, die snuifdoos weer binnen voor boven genoemd bedrag te assureren. Kijk. Nou, dan mag je dan later tekstonderzoek opplegen. Ik zal het museum vragen